Goeiedag, lieve broers en zusters. Ons dominees wil graag hiermee een preekreeks uit 1 Petrus aan julle bekend stel. Ons is vooral baie opgewonden om te lezen hoe die Heere in hierdie boek ook met ons christenen in die 21ste eeuw praat. Die gelowiges destijds was vreemdelingen en bijwoners genoemd en het baie negatieve gevolgen vir hulle gehad. Politisch was hulle uitgerangeer, daar is teen hulle gediskrimineer, hulle is vir onrecht. En met de christelike leefwyse het hulle self nog verder van die gemeenskap vervreem. In Petrus, in die boek Petrus, wil die Heere vir hulle en vir my en jou vandag leer om met hoop te leef, met hoop te midde van lyding en veronrechting. Weet julle, ons kan met hoop leef. Wat alles ons in die oë van die wereld, maar vreemdelingen bijwoners, sê God, julle is my uitverkorenis. Het is my aangrypend. In die oë van die wereld, niks werd. In die oë van God, kostbaar. Kom stap Sondag, of van Sondag af, saam met ons, deur die boek Petrus, zodat ons kan leer, en ons bid dat die Heer ons sal leer om werkelijk met hoop geleef te kry. Een baie geseënde dag vir julle, tot Sondag.